Hallo, ik ben Jan Tegenbos en werk als KVM-manager bij Mathieu Gijbels. De K van KVM staat voor kwaliteit. We hanteren een beheerssysteem om de geleverde kwaliteit over het project vanaf het tekenwerk tot en met de oplevering strikt op te volgen. Dit beheerssysteem werd vorig jaar geaudit door de overheid en is beloond met een EFQM-certificaat. Dit certificaat garandeert dat we voldoen aan een Europese standaard voor hoge kwaliteit. De V van KVM staat voor veiligheid. 4,5 jaar geleden hebben we het VCA dubbele stercertificaat behaald en dit is toch eigenlijk wel het objectieve bewijs dat we erin slagen om al onze mensen in alle arbeidsomstandigheden te beschermen tegen de risico's van hun vak. Veiligheidszorg handelt over welzijn, bescherming, kledij, gebruikte materialen, maar ook regelmatige opleiding voor al onze mensen op gepaste tijdstippen. We mogen stellen dat Mathieu Gijbels wij een veiligheidscultuur voelen bij heel het personeel. De M in KVM staat voor milieuzorg. Voor een bouwfirma als Mathieu Gijbels zijn hierbij 3 zaken belangrijk: bodem, afval en energiezuinigheid. De bodem ligt vol leidingen en natuurlijk willen we weten wat er in de grond steekt. Daar gaan we de regels respecteren die in elk van de 3 gewesten in ons land van toepassing zijn. De afval is in de bouwwereld zeer divers. Bij Mathieu Gijbels zamelen we 20 verschillende afvalsoorten apart in en we gaan dit ook maximaal recycleren waar mogelijk. In samenwerking met onze engineering hebben we veel aandacht voor de energiezuinigheid en duurzaamheid van elk bouwproject. We zullen steeds trachten en met respect voor de portemonnee van onze klant de meest moderne en duurzame materialen en technieken toe te passen. 1 ding weet ik zeker: de zorg voor kwaliteit, veiligheid, milieu en duurzame energie is een zaak die nooit af zal zijn. Het kan altijd beter en vraagt een permanente inzet van iedereen in onze organisatie. Dit gaat ze KVM gebeuren. Dagelijks mogen begeleiden en aansturen is mijn plezier in het werk bij Mathieu Gijbels.